Cause on a dressin, cast warden is the mission. Mac T shake in the kitchen. Cause on a dressin, cast warden is the mission. Daar zit ik dan, mensen. Ineens weer een dieet. Maar dit keer ga ik er een documentaire over maken voor jullie. Zoals jullie weten zit ik al 8 jaar in het fitnesswereldje. En heb ik verschillende bodybuildingwedstrijden gedaan, zoals jullie kunnen zien. Maar mijn laatste wedstrijd was in april 2018. De Nederlandse kampioenschappen waar ik tweede werd. Een week later ben ik wel nog gevlogen naar Kosovo en ben ik eerste geworden van Kosovo. Maar direct na die wedstrijd ben ik helemaal gestopt met trainen, gestopt met alles wat met fitness te maken heeft en ben ik ongeveer 20 kilo afgevallen. Waarom ik was gestopt? Zoals de meesten weten had mijn moeder in die tijd kanker. Een zeldzame soort kanker die moeilijk te genezen was. Dus je kunt je voorstellen dat ik me ben gaan focussen op mijn moeder en dat je interesse wel weggaat voor zo'n sport. Eindstand, gelukkig is mijn moeder gezond geworden. Ze is weer kankervrij. En ik was ook eigenlijk helemaal niet meer van plan om ooit nog een wedstrijd te doen. Ik ben wel weer gaan beginnen met trainen. Ik ben begonnen met trainen om weer goed uit te zien, want ik was gewoon veel te veel afgevallen. En ook mijn fans zijn het niet gewend van mij om een dunne Koso te zijn. Ik ben wel, jullie hebben mijzelf de naam gegeven, Kast. Ik ben de Kast in Nederland. Dus ik ben gewoon gaan trainen weer. Ben weer wat bijgekomen. Ben weer wat beter gaan uitzien. Ik kreeg het ook heel druk met muziek. Ik heb albums uitgebracht. Ik heb ook goed geld verdiend met muziek. Terwijl ik met bodybuilding eigenlijk niks verdiende. Ik deed het gewoon omdat ik het leuk vond en omdat het mijn hobby was. Dus op een gegeven moment ben ik gewoon muziek gaan maken. Ben ik me gaan focussen op mijn toekomst. Op de Shisha Lounge. Ik heb nog een tandenbleker geopend pas geleden. Maar toch ben ik gaan nadenken. En het draait niet allemaal om geld in het leven. Je moet ook dingen doen die je gewoon gelukkig maken. Die je leuk vindt. En ik zit al 8 jaar in het fitnesswereldje. Ik ben misschien een van de eerste influencers / rappers. Die het fitnessen gepromoot heeft in Nederland. Ik heb zoveel fans die naar me opkijken als bodybuilder, ook als iemand die gewoon traint, buiten het rapper zijnde. Die mij ook gewoon altijd vragen om trainingsvideo's, om een keertje samen te trainen met fans. Voor een documentaire, zoveel dingen waar ik gewoon niks mee heb gedaan al die tijd. En ik heb nu gewoon besloten dat ik hier wat mee wil gaan doen. En ik ben gaan kijken wanneer de eerstvolgende wedstrijd is die ik kan meedoen. En dat is in december, de Juliette Grand Prix. En dat is precies over 12 weken nu. Dus uit het niets ben ik gewoon begonnen met diëten. En precies over 12 weken sta ik weer op de stage. En ga ik weer een bodybuildingwedstrijd doen. En deze 12 weken ga ik jullie meenemen. Ik ga jullie laten zien hoe het is om te diëten. Hoe het is om een wedstrijd mee te doen. Ik neem jullie backstage mee op de wedstrijd. Ik ga jullie alles laten zien. En zoals jullie weten, doe ik niet alleen fitness, maar doe ik nog zoveel dingen daarnaast. Dus deze documentaire gaat, denk ik, specialer zijn dan andere documentaires. Want jullie gaan heel mijn leven zien. Jullie gaan mij zien als rapper, als bodybuilder, als een zakelijk persoon die twee zaken heeft lopen. Een combinatie van alles. Hoe ik dit ga combineren, gaan jullie zien. Daarnaast ben ik ook nog een familieman. Ik woon samen. Ik heb een leuke familie. En ik ga jullie gewoon meenemen. Ik ga jullie laten zien dat ook alle mensen die de hele tijd comments plaatsen van anabole, dit en dat. Jullie ga ik ook laten zien dat het niet om anabole draait. Dat het draait om discipline, motivatie, elke dag trainen en vooral voeding. 80% is voeding. Want je kan gebruiken wat je wilt en op de bank gaan zitten, maar er gaat niks gebeuren met je. Dus deze is ook voor jullie. Deze is voor de fans, maar ook voor de haters. Ik ga jullie laten zien hoe zwaar het is, hoe zwaar het kan zijn. En buiten dat gaan jullie ook mijn leven zien. Alles daarnaast, privé dingen. Ik ga heel open zijn met jullie, ik ga eerlijk zijn met jullie. Verder, even kijken. We gaan zo meteen even checken op hoeveel vetpercentage ik zit. Dat moeten we even gaan meten met deze tang. Dat gaat Dorentina zo even doen voor mij. We gaan even kijken hoeveel ik weeg. En ik zeg het nu alvast. Ik ga onder de 5% body fat zitten over 12 weken.
hoe dik ik nu ook ben, hoe hoog mijn vetpercentage nu ook is, over 12 weken is mijn bodypercentage onder de 5%. Het maakt niet uit hoeveel gewicht. Het is bullshit om nu te zeggen van ja, ik wil 10 kilo afvallen of ik wil zoveel gaan wegen. Dat is bullshit, want je weet nooit hoeveel je gaat afvallen. Maar ik kan wel zeggen, ik ga onder de 5% zitten. Ik ga zelfs proberen 4% te zitten. En dan over 12 weken kijken we wel hoeveel ik ga wegen. Dus we gaan zo meteen even checken. Hier heb ik ook mijn eetschema's. Een dikke SO naar Lorenzo Leeuwen, ook een bodybuilder en een hele goede vriend van mij. Hij gaat mij deze 12 weken ook helpen. Met voeding en met alles. En om gewoon... Het is altijd beter als je iemand hebt die met je meekijkt. Dit zijn mijn schema's. En wat ik ook wil zeggen, wanneer je in dieet gaat en wilt afvallen, moet je 100% gaan. Je moet je aan je eetschema houden. Je kan niet wakker worden en denken, oké, vandaag ga ik dit eten en morgen ga ik weer wat anders eten. Dan ben je niet goed bezig. 100% gaan. Aan je eetschema houden en pas wanneer jouw coach zegt, oké, vandaag mag je een beetje cheaten, dan mag je cheaten. En niet ineens, oké, vandaag ga ik een Snicker eten en dan ga ik wat meer cardio doen. Bullshit. Je moet je aan je schema's houden. Ben ik nog iets vergeten? Voor nu even niet. In deze procedure van 12 weken ben ik ook bezig natuurlijk met Cosmo Nutrition, Cast Nation. Ik ga komen met mijn eigen supplementenlijn. Ik ga komen met coaching bij Cosmo. Dus ik ga ook mensen online coachen. Maar je gaat zien in deze 12 weken, waarschijnlijk over 4 weken al, gaat Cosmo Nutrition online komen. Mijn eigen supplementenlijn waar ik al zeker een half jaar mee bezig ben om gewoon een topproduct neer te zetten voor jullie. Weet je, ik ben geen type die op jullie schreeuwt. Ik ben misschien geen type die jullie heel erg motiveert met mijn mond. Maar ik ben ook nooit gemotiveerd door iemand die schreeuwt op mij. Ik ben gemotiveerd door mensen die er goed uitzien. Ik ben gemotiveerd door mensen die kennis hebben voor de sport en die mij iets konden leren. Ik ben gemotiveerd door mensen die goed uitzien. Als ik iemand zie die goed uitziet, dan denk ik, oké, ik wil ook zoals hem uitzien. En van hem wil ik tips krijgen. Van hem wil ik supplementen gebruiken. Dus dat is de manier hoe ik jullie ga motiveren. Ik ben niet iemand die gaat schreeuwen op jullie. Zo zit ik niet in elkaar. Ik ben een rustige jongen die rustig praat. Maar ik ga jullie gewoon motiveren om hoe ik ben. Ik ben een eerlijke persoon. Ik ga ook eerlijk tegen jullie zijn. Om hoe ik uitzie, om hoe ik train. Dat is de manier hoe ik jullie ga motiveren. En ik heb geprobeerd om een supplementenlijn neer te zetten, niet om geld te verdienen. Ik heb zaken lopen, ik heb mijn muziek lopen. Ik hoef niet te leven van supplementen. Maar ik wil wel een supplementenlijn neerzetten waar ik zelf achter sta. Die ik zelf ook gewoon elke dag gebruiken kan. En dat wil ik gewoon ook aan mijn fans geven. Iets wat echt werkt. En jullie zullen zien. Cast worden is de mission, maak die shake in the kitchen. Cosmo Nutrition, cast worden is de mission, maak die shake in the kitchen.